En als het goed is, krijg ik nou inderdaad ook automatisch de eitjes erbij. Dan heb ik eieren dubbel op. Kip! Wat? Kip! Oké, die ga ik dus weghalen. Kip ontsnapt gewoon weer. Oh, no, dat gaan we niet doen. No! Hoe dan? Kom het ontsnappen, gekke! Sup, yo! Ik ga vandaag weer eens lekker Minecraft spelen. Er zijn weer Pokémon video's gekomen en zo. En Ark is weer terug. Hoe ziek is dat? Die nieuwe DLC van Ark is heel vaak. Ik begrijp er nog vrij weinig van. Maar dat komt allemaal. Komt helemaal goed. Maar voor nu ga ik even Minecraften. En met Minecraft loop ik ook nog ergens vast. Ik heb nog geen nieuwe Wall of Fame. Dus ik heb nog geen mooie bordjes voor jullie. Hè? Snap je? Maar treur niet. Ik ben zeg maar in het voorhand opnemen. Ik heb in één opname gezegd. Hebben jullie leuke ideeën voor de nieuwe Wall of Fame en zo? Hè? En dan zit ik eigenlijk een beetje op te wachten. Maar die video's staan nou nog niet online op het moment dat ik dit nu opneem. Dus ik heb het nog niet kunnen veranderen. Maar goed, dat maakt niet uit. Want ik lees zeg maar ook gewoon oude reacties van oude video's. En die kan ik ook weer op de Wall of Fame plaatsen. Jullie reacties worden steeds allemaal gelezen, oké? Dus als je leuke tips en comments en weet ik veel wat hebt. Laat het me gewoon zeker even weten, hè? Dan maak je gewoon weer kans op een leuk bordje. Ik eerst even weed farmen, want ik heb gekke dingen. Ik heb weer een heel leuk ideetje in mijn hoofd zitten voor vandaag. En dat heeft ook weer met automatisch te maken, ja. Oh, ja. Yeah. Maar er wordt weer zo'n halve job om te doen. Maar dat maakt niet uit. Het is wel heel ideaal. En ik ga het zeker nodig hebben. Want ik heb geen zin meer om dood te gaan in Minecraft. Ik ben wel weer bijna level 30. Dus dat scheelt. Nou, even alles herplannen. Ja, wat is Minecraft toch zo rustgevend, hé? In Ark heb je al dat gezeik met al die dino's om je heen en zo. In Minecraft kun je gewoon rustig zaadjes in de grond duwen. Zonder dat iemand of wat dan ook je maar lastig valt. Behalve als weer een random creeper achter je spant. Wat je niet eens kunt zien. Omdat hij letterlijk random achter je spant een hele boel naar de klote blaast. Nou, maar dat maakt niet uit. Dan kan de pret niet bederven. We gaan heel veel plezier hebben vandaag, hè? Oh nee, het wordt nacht. We gaan helemaal geen plezier hebben vandaag. We gaan eerst even tukken. Oh ja, wacht, dan moet ik ook nog even aan jullie laten zien. Kijk dit, hè. Boom, leeg. Boom, leeg. Boom, leeg. En hier, boom, bijna leeg. En boom, bijna leeg. Boom, ja. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb het voornamelijk allemaal een beetje overgehuisd en zo, hè. Maar look at this. Ik ga eerst even al mijn kipje. Chicken. Oh, de chicken moet hierin komen. Die heb ik nodig dadelijk. Maar hier, jullie moeten even allemaal naar de booms. Oh, hier kunnen bijna geen kippen meer op, joh. Oh, maar ik heb hier twee kippetjes, kijk. Die heb ik nodig. Oh, joh, kip. Kip, kom. Jij kip, hierheen. Goed zo, en die andere kip ook. Oh joh, gek. Dan schiet hij even een blokje naartoe. Ja, dag. Bouw het hier even een beetje gelijk op zo, hè. Kom kip, volg. Dus wat ik hier even doe, ik ga weer even twee omlaag. Nou, dus kip. Jij mag even hierheen komen. Val hem er even in. Nee, val er nog maar niet in. Ja, val er wel maar even in. Ja, goed zo. Mooi, die is opgesloten. Moet ik nog even eentje hebben. Hier liep net de kip, toch? Wow. Kip, toch? Kijk. Ah, hier heb je de kip. Kom, chicken. Kom, chicken. Oeh. Spring! Spring, kip! Vlieg! Nee. Hey, eigenwijze. Kom. Ik heb toch zaad aan mijn hand? Volg me. Ja, goed zo. Ja, goed zo. En blijf. Blijf hier. Jij moet ook even blijven. Ja, mooi. Oké, dan is dat geregeld. Koeien? Heb ik nou 24 koeien? Ik hoop het wel, want dan kunnen we eindelijk leer produceren voor het leven. En dan kunnen we echt massieve dingen... Ja, ze gaan dood! Ze gaan dood! Ja, dat is goed. Dat is keigoed. Hoppatee, dit is productie. Dus kijken wat we dadelijk krijgen hier. Nou, dan is iedereen aan de beurt geweest. Maar kijk eens. Ah, 9 leertjes en 15 vlees. Hoppatee. Ja, als je dit dus gewoon een paar keer doet, dan krijg je superveel leer. Waar had ik ook weer leer voor nodig? Ik ben het vergeten. Oh ja, itemframes. Die moest ik maken. Daar had ik die leer voor nodig. Top. En de kippetjes. Kippetjes gaan ook goed met de eieren. Ik wil deze machine dus nog een keer gaan maken. Maar dan met de kippetjes. Die heb ik dus al opgesloten. En dat is heel handig. Want als je die kippetjes kilt, dan krijg je dus ook feathers. En met die feathers kan je weer pijlen maken. Snap je? Dus, wat moet ik hebben? Ik moet een bucket met water. Ik moet een hopper, die heb ik hier. Dat scheelt. Double chest heb ik hier al. Bouwblokken. Ja, ik pak gewoon weer de stone. Maar ik heb geen stone meer. Dan moet ik even... Ja, ik moet even naar mijn kistenkamer om daar even stone te gaan pakken. Hè? Sick. Even kijken. Hier, stone. Kijk hoeveel ik heb, joh. Boom. Boom. En dan moet ik alleen nog een bucket met water. Ik heb een bucket, maar nog geen water. Maar dat komt goed. Dat komt helemaal goed. We gaan ervoor. Koffie, ik heb je nodig. Nou, even wat watertjes. Even wat watertjes. Nou heb ik al zat. Ik moet alleen nog een paaltje hebben. En dan is het compleet, denk ik, ja. Ah, heb ik net toevallig niet de paaltjes meegenomen daar. Dat is onhandig. Ja. Oh, lekker. Oké, dan kunnen we beginnen. Inventory leeg. Dit doe ik even zo. Wietje moet kippetjes meelokken. Oké.
Dan heb ik alles, volgens mij, ja. Nou, kippertjes, jullie moeten er eerst eventjes uit. Dus als jullie zo aardig willen zijn om mij te volgen. Ja, goed. Ik plaats je onderin. Een chest. Ja, zo moet dat. En hier. Een hopper in. Mooi is dat geregeld. Ik plaats hier eventjes een blok op. Ik hak deze weg. Deze stone ding zet ik op zijn kop erop. Hak ik deze terug. Hier moet ik water op leggen. En dan moet ik hier omheen bouwen. Op deze manier. Hè? Maar kip, kom terug. Ik wou zeggen. Kom eens gauw terug. Want nou moet je al die ongemakkelijke kippen erin lokken. Dit zal vast wel iets makkelijker gaan dan de koeien, denk ik. Neem ik aan van wel tenminste. Neem ik aan van wel tenminste. Kijk, huppa. Maar nummer 2 is ontsnapt. En dat moeten we niet hebben. Waar is nummer 2? Nummer 2? Waar ben je? Chicken nummer 2. Ik heb je nodig. Oh, chicken nummer 2. Daar ben je. Hè? Oh, daar ben je. Kom maar, chicken. Ja, goed. Blijf er staan. Ja. Hoppatee. En dan zijn we compleet. Jullie mogen meteen aan de booms. Kijk wat eruit komt. Hè. Babytje erbij. Nou, ik zet er even een blokje achter. Constructieblokje. Een hekkie. En dan kan deze weg. En dan is de machine alweer compleet. Zo snel kan het gaan, hé. En dan, eindresultaat. Je gaat even een paar keer booms. Dan heb je 24 kippen. En die 24 kippen kunnen niet op één vakje staan. De kippetjes gaan dood. Dus je krijgt kippenvlees. En je krijgt veren. Oneindig veel kippenvlees en oneindig veel veren. Daar hou ik van. Hak je dit nog even mooi weg zo? Of bouw je hier nog een blokje bij? Heb ik nog dirt? Ik moet dit ook even een beetje mooi maken hier. Of een gebouwtje omheen bouwen of weet ik veel wat. Maar als goed kan ik ze nou gewoon weer laten boomsen. Dus zo snel kan het gaan. Je kunt maar door blijven gaan. Dan gaan ze gewoon weer dood en dan krijgen we nieuwe leer. Ja, easy as that. Easy as that. 16 leertjes al. Moet je kijken. Wat heb je nodig voor item framepjes? Dan check ik dat ook meteen even uit. Item framepjes. Ja. Oké, ik spreek ook meteen even met jullie af. Als ik al deze spullen heb overgehuist, deze dingen wat ik nog in de kist heb liggen, dan ga ik dit eens ombouwen naar waarschijnlijk iets voor mijn dieren, paardenstal, schapenstal, weet ik veel wat. En dan ga ik daarin wonen. Dus dan hebben we de overhuis ook gehad. Dan moet ik dit helemaal gaan pimpen en ombouwen, want ik wil de vorm ook anders hebben en zo. Dus de kans is aanwezig dat ik het gewoon letterlijk helemaal weg ga hakken. Maar dat zien we nog wel. Dan maak ik... Oh, wacht, dat is ook wel leuk. Dan maak ik van dit gedeelte klein hokje zo-ish. Dan maak ik dan een mijnhokje van, want hier heb je de weg naar mijn mijn toe. En hier zit ook mijn enchantment room. Dus dan moet ik even kijken hoe ik dat ga aanpakken. En verder, ja, dan moet ik een hok hebben voor een paarden sowieso. Dat heb ik al afgesproken voor ons Hendrik en de ezel en de muilezel. En voor, ja, schaap. Schaap moet ook heel nodig. De schaap zit echt helemaal vol. Oh, gek. Oh, dat heb ik zo gemaakt. Je moet gewoon veel sticks hebben. Kom maar door met die veel sticks. Dat heb ik zo gemaakt. Zie je ook even hierin. Deze kan ik nog even gebruiken voor de kippetjes dadelijk. Nou, oh, easy. Dan ga ik gewoon even super veel sticks maken. En de leer heb ik ook zo op deze manier. Dus dan ben ik zo klaar, joh, met die kisten. En boom. Heel veel stickies. Nou. Ben je mooi. En koetjes, het is wel jullie beurt. Dus even kijken of ze nog een keer kunnen nou. Want het is echt abnormaal hoe vaak je kunt boomsen eigenlijk. Koetjes, geef me je leer. Ah nee, ze hebben nog geen zin in. Chicken wel hè. Chicken wel. Nee, chicken ook nog niet. Nee, chicken ook nog niet. Maar deze chicken wel. Deze chicken wel. Deze chicken altijd. Ja, dat dacht ik wel. Eitjes, kijk. Even kijken. Oké, koetjes. Ik neem jullie leer mee. 16 leer. Oftewel, 16 item framepjes al. Of als ik genoeg sticks heb. Ik denk het wel. Het zijn 8 sticks en 1 leer. Hoppatee. 14 stuks kan ik maken. Nou, dan gaan ze maar meteen eens even ophangen. Kijken wat we ervan kunnen bakken. Ja, dat wordt sick. Dat wordt sick. Eindelijk. Onze gepimpte kistenkamer. Boom. De muurtje moet ik even fixen. Kijk, poenk, 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 poenk. Alleen voor de onderste, dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen, joh. Dat kan wel zo, maar dat is ook wel zo stom. Die zit allemaal. Nou, dit is duidelijk, dit is redstone. Dit is duidelijk, dit is wol. Dit is een bel. Oké, ja, nou, dan doe ik hem meteen erin. Ja, die touwbel moet ik eigenlijk nog steeds neerzetten, maar goed. Dan weet ik hem te vinden. Dus dit zijn een beetje de vage items, I guess, ja. Nou, dit zijn de diamond swords, pickaxe, noem maar op. De wapens, etc. Armor, ja. Daar heb ik nog geen framepje voor. Dit is de coalkist. Dirtkist. De glaskist. De obsidiankist. Oké. De andesite en deodorantkist. Dit is de stonekist. De stonekist. Even kijken. Daar hebben we nether, algemene nether chest. Ja. De houten structures. Zeg maar de dingen die ik heb gekraft met hout, die doe ik hierin. Bijvoorbeeld de fences hier. En de woodsaw, ja, die hou ik lekker bij. Ja, het trappetje doe ik er gewoon in, hè. Ja, de organische. De organische troep. Dus doen we ook een appeltje erin. En dan zal het goed zijn. Hoppatee. Ja, dan staan deze al. Ja, we zitten sowieso op de helft. Ik vind het vet. Ik vind het eindelijk vet dat we dingen aan het organiseren zijn. Dit nether gedeelte die ik heb gemaakt, dat is sowieso mijn beste investering ooit. 1. Ik ben al alles mooi aan het organiseren. 2. Het ziet er super bruut uit.
3. Het is een soort van geheim. 4. Netherwatch. Voor leven even. Die moet nog steeds uitbreiden. Brewing stands. En kijk deze ingang gewoon eventjes aan. Niet te vergeten. Met Netherportal heb ik dus ook gewoon even weg kunnen werken op deze manier. Dus dat is super relaxed. Kijk, als het goed is, kan ik ergens een beetje salsand vinden. Maar ja, 28 stuks. Dus ik kan hem een beetje uit gaan breiden. Dus dat lijkt me wel een goed plan. Want ik wil nog van die netherwatch blokken gaan maken voorbij mijn netherportal. Dat ziet er wel bruut uit. Deze kant uit, denk ik, ja. Kijk, 28 stuks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eentje verder nog. Ja. 4 rijtjes keer 7. 4 keer 7 is 28. Dus dan moeten we er wel uitkomen, ja. En het komt precies uit. Ik was heel goed in wiskunde vroeger. Ja, nou nog steeds wel een beetje, maar ik zit gewoon niet meer op school. Nee, serieus, ik was best goed in wiskunde. En rekenen mocht ik sowieso altijd in klas overslaan. Of zo grappig op de basisschool. Ja, ik was een wiskunde kid. Wiskit. Hey, zijn jullie ook goed in wiskunde? Laat het zeker even weten in de comments, ja. Hebben jullie problemen met wiskunde? Laat het zeker even weten in de comments. I help you out, okay? Nou, kijk eens allemaal prachtig. Zit er allemaal mooi, mooi strak in. Het is uitgebreid en dan moet het nog allemaal veel groter worden. Maar dat komt er wel aan. Komt er zeker aan. Maar alleen even kijken wanneer ik salsand ga halen en zo. Maar dat ziet er al stukken beter uit. Kijk, dan heb ik allemaal cobblestone van het graven nou in mijn inventory zitten. Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Ga ik weer naar de verkeerde deur toe. Ik loop zelf echt continu verkeerd hier. Kopstontje, zit al tot randje gevuld onderhand, hè. De rest hou ik nog eventjes bij. Blazerot, waar laat ik die dingen dan? Hier misschien? Bij deze dingen? Ja, waarom niet? Oh, wacht eens even. Nee, daar heb ik een ander mooi plekje voor. Nee, daar heb ik geen ander mooi plekje voor. Ik leg hem gewoon mooi hierbij. Top, er zijn allemaal nether spullen, zie je dat? En de granite, waar zit de granite bij? Hier zit de granite bij, ja. Netherwatch, ik plaats jou. Hier. Yeah. Mooi, dan kunnen we die ook weer uitbreiden. Goed, ik ga weer terug naar boven. Even kijken hoe bij de koetjes en de kippetjes zit. Want dan kunnen we de grind voortzetten hier. Koetjes gaan alweer. Flink, kijk hoeveel ik al heb gekregen. Dat is toch niet normaal? Als je dit gewoon een beetje bijhoudt, zit je kist letterlijk zo gevuld. En als je helemaal bals wil gaan, dan kan je deze nog altijd eentje uitbreiden en gaan voor de 48 koeien. Oftewel twee keer zoveel leer. Maar dat duurt wel allemaal wel langer, kost ook veel meer wiet. Ik hou het nog lekker even op deze manier. De kippetjes mogen mij ook even rustig aan weer gaan met die banaan. Kijk. En als het goed is, krijg ik nou inderdaad ook automatisch de eitjes erbij. Dan heb ik eieren dubbel op. Kijk. Kip! Wat? Kip! Oké, die ga ik dus weghalen. Kip ontsnapt gewoon, joh. Nou, dat gaan we niet doen. No! Hoe dan? Stom met ontsnappen, gekke. No! Nou is het dik vast. Nee, blijf... No! Blijf erin, kip. Kip, blijf... Kip, kip, kom terug. Oh nee, ik heb een probleempje. Ga erin. Ga erin. Ga erin. Ga erin. Goed zo, kip. Ga erin. Goed zo, kip. Kijk, de kippen gaan tenminste veel makkelijker. Hoppatee. Hoppatee. Helemaal niks te zeggen, jullie. Kijk. Hier, luisteren, dat moet je doen. Afkomen jullie. Dan zitten er veel meer in. Dat is alleen maar gunstig wat er is gebeurd. Dat was hier weer voor deze aflevering. Super tof dat jullie zover hebben gemaakt in deze aflevering. Deze machine was dus voornamelijk voor de arrow grind. Dus even kijken wat ik voor een arrow nodig heb eigenlijk. Flint, steak en verder. Nou. Flint, dat krijg je door middel van gravel tarkes. Sticks krijg je super snel. En feathers, ja, feathers is gewoon echt. Dan moet je continu kip achterna rennen. Maar dat hoeft nou dus niet meer. En van één dingetje kracht krijg je er 4, dus dat is super veel. Dus ik hoop dat ik jullie heb geholpen. Ik hoop dat jullie blij zijn. En dan hoop ik ook dat jullie even gaan abonneren op mijn kanaal en de video liken. Maar dat snappen jullie ook wel, hè? Mensen, kwamen links zitten in de beschrijving. En hey, plaats een leuke comment, zou ik zeggen. Ik zie jullie weer bij de volgende. Doei.